De komende 20 jaar wordt er flink bijgebouwd hier in Houten. En dat heeft een behoorlijke impact op onze leefomgeving. Ja, want als we woningen gaan bouwen, dan gaat het ook echt iets betekenen voor onze inwoners. En het is ook belangrijk om na te denken over het voorzieningenniveau, wat de kwaliteiten van Houten zijn en hoe we die uit kunnen bouwen. En daar willen we graag met mensen over in gesprek. Hoogbouw mag voor mij in Houten. Verstedelijk het centrum meer en hou het buitengebied zoveel mogelijk vrij. Ik denk dat dat de waarde van hout is. En het centrum kan wel wat meer leven gebruiken als het aan mij ligt. En dan doe ik echt het rond en het gebied daarachter. Dat is nu toch al verstedelijk. Te maken het daar bruisend, zo bruisend als je kan, ligt super bereikbaar. Dat is eigenlijk een beetje mijn idee. Eigenlijk wil je wat meer... Wat meer leven, ja. Dan trek je ook jongeren aan. Dat denk ik, ja. We zijn op pad met de fiets voor de ruimtelijke koers Houten van de gemeente Houten. De gemeente verkent de mogelijke bouwlocaties voor woningen, want ze willen immers 4.000 tot 5.000 woningen bij gaan bouwen. Met de QR-code kon de vraag op de website van de ruimtelijke koers worden beantwoord. Bijvoorbeeld de vraag, voor wie is deze locatie aantrekkelijk? Het is een locatie dicht bij het centrum, dus voor een hele grote doelgroep zou het plezierig wonen kunnen zijn, omdat je dicht bij de voorzieningen zit. Na het centrum werden achtereenvolgens de locaties bij de Slinger, de Molenzoom en de Walmolen bezocht. Vanochtend was het ontwerpatelier van de ruimtelijke koers. Ik zag dat er veel mensen aan het knippen en het plakken waren, maar waar ging het nou precies over? Ja, over de toekomst van Houten. En het is echt leuk om te zien dat er zoveel mensen betrokken willen zijn bij die toekomst. Mag ik jou even een korte vraag stellen? Jij staat bij het deelgebied Houten-Oost. Ja. Wat vind je ervan? En ik ben van mening dat meer aandacht wel moet worden besteed aan de toekomst, waarin heel veel jongeren ook richting Houten gaan trekken, omdat we gewoon een groot woningtekort hebben voor vooral jongeren. De modellen verschillen van elkaar. En we zijn het bezig met de groepen. Ze gingen heel serieus met elkaar in gesprek. Er was volop inbreng. En ook op een hele creatieve wijze. Durven wij wat meer sprankeling en het net wat anders te doen? Ik ben wel benieuwd of u zich laat uitdagen door deze opmerking. Na presentaties over de inbreng en over de woningmarkt en leefomgeving presenteerde stedenbouwkundige Marco Broekman de mogelijkheden en de visie van de deskundigen. We geven een kijk in de keuken waar we staan. Ik ga nog niet de richting presenteren. Hier gaat het naartoe. Dit is het plan voor Houten. We hebben ook eerder gezegd, Houten is best wel, daar woon je, daar werk je, daar heb je voorzieningen. Kunnen we niet naar wat meer spannende gebieden gaan met gemengde wijken? En die zeggen van nou, een panel van deskundigen behandelde de vragen over de ruimtelijke koers. Hoe gaan we dat oplossen dat ook die mensen die dus buiten die kernen zitten toch mobiel kunnen blijven? De avond werd afgesloten met een informatiemarkt. Nou, ik vond het echt super informatief en leuk. Ik vind ook het uitwerken van die verschillende scenario's vind ik heel mooi. Ik vind wel dat er al goed is nagedacht over van ja, als we aan deze knop draaien, dan heeft het gevolgen voor die kant. Dat kwam uit het podiumgesprek nog niet helemaal uit de verf, denk ik. Dus ik denk dat dat misschien nog iets beter kan. Ik ben ook bang dat er niet voor die mensen gebouwd kan gaan worden die het echt nodig hebben. Wie heeft het volgens u echt nodig? Ik denk een heleboel jongeren. Ik hoop dat u ook gezien heeft dat uw mening telt. Hè? Ik hoop dat we dat ook met elkaar vol kunnen houden totdat de ruimtelijke koers opgeleverd wordt. Geef de wethouder nog één keer een laatste applaus voor zijn inzet. Op een gegeven moment werd het ook een beetje spannend. Nou ja, dat is ook wel logisch. Hè? We hebben tot nu toe vooral gehad over waarom willen we het nou. Woningen voor ouderen, woningen voor onze starters. En ja, nu wordt het wat concreter, namelijk waar en hoe gaan we dat dan doen? Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dan wakker worden en zeggen van, ja, wat betekent dat voor mij?